Dag dames en heren, we hebben een warm weekend voor de boeg. Met name zondag kunnen we dit soort plaatjes schieten. Met hoge temperaturen in het zuiden van het land wordt het misschien wel op een enkele plaats tot 30 graden aan toe. Dat niet alleen, we hebben ook een paar mooie zonsopkomsten de afgelopen dagen al gehad. En ook dit weekend en begin volgende week kunnen we zulke plaatjes maken met af en toe wat grondmis boven de velden. De nachten worden natuurlijk langer, het koelt wat sneller af. En zeker tijdens heldere omstandigheden zal dat het geval zijn. Maar we komen dus langzaamaan in steeds warmere lucht terecht. Nou, in eerste instantie hebben we nog te maken met bewolking. Dat is een warmtefront dat trekt over onze omgeving en lost geleidelijk een beetje op. En uiteindelijk komen we in de loop van zaterdag in een zuidelijke stroming terecht met dus de aanvoer van lucht vanuit Frankrijk en Spanje. Dat levert hoge temperaturen op, maar geleidelijk aan ook in die vochtig warme lucht een toenemende kans op een paar buien. Dat zal met name morgenavond het geval zijn, maar ook in de nacht naar maandag en maandag overdag, wanneer een lage drukgebied vanuit het zuiden ons nadert, neemt de kans op een paar stevige regen- of onweersbuien toe. Nou, voorlopig is het dus nu nog wel droog. Vannacht zal er in het zuiden misschien een enkele bui vallen, maar veel stelt dat niet voor. Morgen overdag is het dan droog, met vooral in het zuiden lokaal al zomerse temperaturen. En dan trekt een nieuw buiengebied in de nacht naar zondag over ons land. En dat zal opnieuw vooral in het zuiden lokaal gepaard kunnen gaan met onweer en veel neerslag binnen korte tijd. Zondag overdag krijgen we dan opnieuw weer een overwegend droge dag met vrij veel ruimte voor de zon. Al is het nog wel een beetje onzeker of die bewolking zondagochtend uit de nacht meteen overal verdwenen zal zijn. Gebeurt dat, dan kan het in het zuiden lokaal 30 graden worden. Maar wanneer die bewolking toch wat meer treuzelt met oplossen, wat meer buienrestanten aanwezig zijn, dan wordt het zondag iets minder warm met temperaturen van ruim 25 graden. Dus daarin schuilt nog wel een klein beetje onzekerheid. Nou, vanavond is het in ieder geval rustig weer, overwegend droog. Vooral in het noorden schijnt de zon geregeld en de temperaturen liggen rond zo'n zondaggang nog rond een graad of 18. En komende nacht dan krijgt het zuidoosten met een enkele bui te maken. Daar zal de bewolking ook gaan overheersen. Temperaturen niet veel lager dan een graad of 15, terwijl in het noorden en noordoosten er eerst nog brede opklaringen zijn en daar kan het plaatselijk afkoelen tot rond een graad of 10. Nou, die buien zijn morgenochtend snel verdwenen en daarna volgt een overwegend droge dag met flink wat ruimte voor de zon, met name in de noordelijke helft van het land. Later ontstaan boven het zuiden weer flinke stapelwolken en tegen de avond kan een eerste bui het zuiden van Limburg of Zeeuws-Vlaanderen bereiken. De temperaturen komen weer wat hoger uit dan vandaag, met zo'n 20 of 21 graden langs de noordkust. En in het zuidoosten, waar die warme lucht dus al binnenstroomt in de middag, kan het lokaal 27 of 28 graden worden. De wind komt uit het noordoosten, is meest matig van kracht, maar neemt in de loop van de dag steeds verder af. In de nacht naar zondag passeert dan met name over het zuiden een gebied met buien. Nou, zondagochtend hebben we daarvan waarschijnlijk nog wat wolkenrestanten in het midden en zuiden van het land. Daar kan de opwarming overdag dus nog even wat achterblijven. Maar uiteindelijk moet de zon overal wel flink gaan doorbreken. En dan lopen de temperaturen in die warme lucht flink op naar zomerse waarden op de meeste plaatsen. 25 graden langs de noordkust, zo'n 28 graden in het midden van het land en in het zuidoosten kan het plaatselijk tropisch warm worden. De wind draait daarbij naar het zuiden en is meestal matig van kracht 3 of 4. Nou, maandag is het ook nog warm, met name in het zuiden van het land. Opnieuw zomerse temperaturen tot misschien wel 28 of 29 graden aan toe. Maar dan krijgen we in de loop van de dag te maken met meer en ook zwaardere buien. Daarbij kan ook onweer voorkomen. En de dagen daarna hebben we met meer normale temperaturen voor deze tijd van het jaar te maken. Gemiddeld een graad of 23. Af en toe valt er een bui, maar er is ook voldoende ruimte voor de zon. Ik wens u een goed weekend.